Hey. Ja, dit is de eerste video van de website. Ja, ik had eraan zitten denken om naast de verhaaltjes die ik af en toe op de website ga plaatsen, dat is de bedoeling, ook af en toe een video op te nemen, zoals dit. Ik sta nou in Ruinerwold. Je weet wel. Achter mij is een kerk. Die heeft eigenlijk niks te maken met wat ik wil gaan vertellen. Nee, het is zo, ik ben een boekje aan het schrijven wederom. Twee eigenlijk. Eentje met tekeningen, 25 tekeningen, gemaakt door Joren Hans. Een hele goede illustrator uit Meppel. En er komt een boekje met alle verhaaltjes die ik zeg maar afgelopen jaar geschreven heb. Dus twee boekjes. En ja, dat is nog hard werken om dat voor elkaar te krijgen, maar dat gaat lukken. Dat verschijnt denk ik zo, ja, half november of zo, denk ik. Oh, er komt een fietser aan, even opzij. Ik ga even naar voren. Dat verschijnt denk ik half november, en dat had ik al gezegd. En wat ik dan ook af en toe ga doen is van deze filmpjes opnemen. Bijvoorbeeld deze vanuit Ruinerwold. En ja, er gebeurt dan verder waarschijnlijk niet zoveel. Maar een beetje zoals dit. Een beetje dat ik vertel wat ik van plan ben. En misschien dat ik eens een keertje een dagje naar een attractiepark ga. Of naar een museum. Niet naar een dierentuin. Ik ga niet naar een dierentuin. Daar heb ik geen zin in. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat is het een beetje. En verder, wat kan ik dan nog meer vertellen? Nou, het zal een beetje zoals dit gaan en het zal ook niet helemaal gestroomlijnd gaan. En het is ook trouwens een beetje een raar gezicht zo met mijn hoofd zo vol in beeld. Maar ja, dat schijnt erbij te horen dan als aankomende influencer. Nou, dit is het in het kort zo'n beetje. Twee boekjes die eruit komen. Videootjes op de nieuwe website. Die jullie nu waarschijnlijk aan het bekijken zijn. En een expositie. Oh ja, dat gaan we ook nog doen. Een expositie willen we gaan doen ergens. Samen ik en Joren Hans. Ja, dat komt er ook nog aan. Maar goed, dan moet je maar die website in de gaten houden. En af en toe op Facebook kijken of zo. Ja, en dan komt het wel goed. Denk ik, ik moet in de camera kijken. Hè? Ik moet gewoon zo kijken. Nou, dan komt het wel goed. Nou, dit was de eerste video. Tot de volgende keer.